Hij valt! Oh, hij valt! Hij valt! Oh, hij wint! Hij wint! Nee! Dit is geen Nintendo, Rick! Nee, maar Fall Guys is wel leuk. Dus we gaan het gewoon spelen. Ik heb al één win, jongens. Kijk maar, rechtsbovenin, die kroontjes, die staan op 2. Eentje is van level 5. En ik ben pas level 10, dus die andere is een win. Daar gaan we, jongens. Daar gaan we. Fall Guys! En we zijn bij het deurtje level, jongens. Deurtjes. Let's go, let's go, let's go. We staan gewoon eerste. We staan gewoon vooraan. Holy moly. Ah, we staan niet meer vooraan. Deze game is zo grappig, jongen. Ik vind het zo leuk. Spring! Lekker! Oh, zag die salto, jongen. Go! Go! Oh, nee, spring! Spring! Dude, spring! Spring sneller! Ik ga nog verliezen ook. Ik ga nog verliezen ook. Ik had nooit moeten springen. Go! Ja, ja, ja! Ja, kom op, kom op, kom op, kom op! Oké dan, ronde 1 overleefd. Lekker! Dit was nog close, man. Ronde 2, rollout. Oké, ik wil heel stoer gaan doen nu. Ik wil zeggen dat ik er nog geen één keer af ben gevallen tijdens rollout. En dan zal je zien, dan gaat dat precies nu wel gebeuren. 2 seconds later. En we gaan weer oversteken. Dit was de eerste keer dat ik verlies met rollout. Oh nee, Seesaw. Dit is zo'n chaos, hè. Iedereen gaat als een malle. Niemand begrijpt het principe van zwaartekracht. Ik sta als enige daar nog. Iedereen ligt. Dude, spa op. Ja, lekker. Dit bedoel ik dus. Oké, go, 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 go. Go, go, go. Ja, dit gaat top. Dit gaat super. Ja, lekker. Oké, checkpoint 1. Hoppa. Oh man, ik loop al zo ver achter. Sommige mensen zijn al binnen, joh. Maar goed, in dit level kan je wel flink inhalen als het een beetje beter gaat. Kijk, nu springen we hierop. Oh, sta op. Waarom val je? Waarom val je? Dit was onnodig, jongen. Dit was compleet rigged. Dit slaat nergens op. Dit vind ik niet eerlijk. Oké, hier naartoe. Ja. Yo, rustig. Ja, nice, lekker. Oké, cool. En nu door. En nu door. Beetje in de midden springen, Rick. Ja, niet vallen. Top. Checkpoint 3. Ja, maar ik ga dit weer niet halen. Ik ga dit precies niet halen, hè. Ik ga dit precies niet halen. Ik ga dit precies wel halen. Nee! 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 Ik was nummer 40. Volgende poging. Weer balance board. En nu maar hopen dat ik niet precies genaaid word. Potverdorie, man. Redden! Springen! Oké. Ik word weer omver gegooid. En bedankt, hè? Bedankt. Oké. Ja. Ja. Ja, lekker. Checkpoint 1. Nee! Nee. Ja, laat me erop springen. Top. Top. We gaan nu, denk ik, even naar geel. Ja. Kijk, nu kunnen we gelijk door. Nu hebben we precies geluk, hè? Nu zitten we in die flow. Ja, ja, ja. Top, top. Oké, nu in het midden. Deze kan je in het midden pakken. En dan moet je net de goede kant kiezen. Hé, hey, jou hoor. Wat sta jij nou? Wil je hier knuffelen of zo? Wil je knuffelen? Kom dan. Knuffel jou. Zag hem wegrennen. Doei. Oh nee. Ik deed net als een stoer met rollout, hè? Nu moeten we weer. Oké, ik moet focussen. Laat me met rust. Focus. De andere kant is rustiger trouwens. Nou, laat maar zitten. Oké. Ja, hier naartoe. Ja, oké, rustig. Ik moet me rustig houden bij dit. Rustig houden, Rick. Rustig. Er zijn er al 5 geëlimineerd. Dat gaat hartstikke goed. Waar gaan we naartoe? Gaan we naar links? We gaan naar links. We gaan hier naartoe. Hier zijn we veilig. Ja, dit is super chill. Dan gaan we nu hier naartoe. Ja! Ja! Woe. Waarom is dit zo moeilijk als ik met jullie moet praten? Oké, lieve menskens. Toedeledokie. Hoppakee. Lekker bouncen. Oh, ja, nice. Nu moeten we staartjes pakken, jongens. Ik heb hier een trucje voor. Ja, kijk. Ik heb een staartje. Oké, wat ik ga doen. Ik ga gewoon de hele tijd hier in de middelste cirkel rondje lopen. Gewoon zo. Mensen zien je niet. Hopelijk. Kijk, dan gaan we gewoon de hele tijd zo rondje lopen. Kijk, eentje rent al achter me aan nu. Oh, ik ben mijn staart kwijt, denk ik. Ja, oké. Oké, ik heb er één. Oké, nu moet ik gewoon een rondje lopen hier. Gewoon alleen maar rondje lopen hier. Nog 5 seconden. 4, 3, 2, 1. Zie je? Ja, dit werkt. Zie je? Dit trucje werkt, jongens. Met nog 10 seconden op de klok moet je gewoon daar allemaal rondjes gaan lopen. Dan is geen probleem. Mazzel! Oh nee, dit vind ik zo lastig. Ik heb deze nog maar 1 keer gespeeld en toen heb ik hem niet gehaald. We zijn er met weinig, jongen. We zijn maar met 12. Ik ga maar gewoon rechtdoor lopen. We zien het wel. Is dit een tile? Nee, dit is geen tile. We moeten dus hier naartoe. Ja, zij gaan allemaal springen. Ik ga gewoon zo. Oh, nee, niet. Oké, ik ga niet zo. Via de buitenste rand. Ja, en dan? Ja, waar gaan we naartoe?
naartoe dan? Waar gaan we naartoe? Oh, nice. We gaan daar naartoe. Nice. Oké, okay, lekker. 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 Wie gaat lopen? Jij gaat lopen? Oké. Okay. Ja, ik ga niet lopen. Jij gaat lopen? Top. Top. Wie gaat lopen? Iemand gaat op een gegeven moment lopen. Maar dat ben ik niet, jongen. Ik ga niet lopen. Oké, okay, dus niet naar voren. Wie gaat een risicootje nemen? Nee! Oké, okay, let's go. Let's jump. Ja? Oh nee, er zijn er al 7 gekwalificeerd. Nee! Wat een rot level. Oké, okay, dit ga ik halen. Dit is een makkelijk level. Oké, okay, gewoon langs de zijkant. Gewoon langs de zijkant. Langs de rechterkant naar boven. Geen probleempie. Hoppakee. Oké, okay, de deurtjes. Hier is een glitch, hè? Dat weten jullie. Bij de laatste 3 rondes van de deurtjes is het onderste 3 kleiner. Dus daar kan je op letten. De laatste 3, dat is als het goed is makkelijk. Maar ja, dan moeten we eerst maar eens even zien te komen. Zo, hey! So, let's go. Ja, top. Oké. Okay. Gaan we gewoon rechtdoor? Gaan we gewoon rechtdoor? Nee, we gaan niet gewoon rechtdoor. Oké, okay, nou, 1 voordeel dat we daar niet goed gingen is... Jemig. Dat het complete chaos is voor mijn neus. Dat is niet echt een voordeel, maar dat we wel kunnen zien wat er gebeurt voor mijn neus. En op onze bakkes kunnen gaan. Laat me erdoor. Ik ga dit net wel of net niet halen, jongens. Ik ben bang dat ik dit net niet ga halen. Alhoewel, nu had ik opeens een goede jump. Nu heb ik ook wel een lekker jump. Ja, dit ga ik wel halen. Lekker! Hoppakee! Oh nee, slime climb. Ik denk als ik dit level 10 keer speel, dat ik hem 9 keer niet haal. Dit is echt mijn meest slechte van allemaal. Ik word er altijd afgeduwd bij die 2 grote blokken. En dat gebeurt dan 4 keer. Ja, en dan lig je in de slime en dan ben je dood. Oké, Rick, kom op. Je kan dit. Je kan dit. Doe maar gewoon op de normale manier. Hoppakee. Ja, gewoon zo. Rustig aan op de normale manier. Lekker een beetje doorlopen. Ja hoor. Ja. Oké. Binnenkantje. Binnenkantje, ja. Oh, dit is eigenlijk dus de buitenkant. Dit is helemaal niet de binnenkant. Maar dat maakt niet uit. Kijk, dit stuk, hè. Dit stuk, dat nakt mij altijd. Oh, maar nu ga ik hem misschien... Misschien weer niet halen. Zie je? Ik kan dit niet. Dit stuk, jongen. Dit stuk is zo irritant. Maar nu ga ik het halen. Nu ben ik er langs. Ja, nu ben ik er langs. Lekker. Lekker. Oké, okay, nu dit moet wel lukken. Dat hoop ik. Ik loop wel een beetje achter, volgens mij. Ik ben wel een beetje bij de laatste paar allemaal. Rustig aan, Rick. Rustig aan. Ja, lekker, lekker, lekker. Je overleeft het nog. Je overleeft het nog. En door. En door. Maar ik ben echt de allerlaatste nu, trouwens. Oh, 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 oh. Ja, lekker. Ik ga dit sowieso niet redden, want ik ben de laatste. Go, 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 go. Oké, go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Ja, ja. We redden het. Yes. Er waren al zoveel mensen afgevallen dat ik sowieso nog bij de eerste 13 hoorde. Dus in dit level kan je eigenlijk gewoon toch redelijk rustig aan doen. Want heel veel mensen donderen toch wel in de slijm blijkbaar. Oh nee, we gaan voetballen met zo weinig mensen. Oh, nu is het echt maar te hopen dat mensen ook echt een beetje verdedigen en zo. Oh, dit wordt complete chaos, jongens. Dit wordt complete chaos. Nou ja, laten we gewoon maar met z'n tweeën achter al die ballen aangaan anders. Go. Scoren, Rick. Ja, Rick gaat doelpunt. Hoppakee. Hopelijk gaan de 2 mensen nu naar de aftrap. Waar is die? Ja, heel goed. Ja, heel goed. Allebei de ballen liggen hiervoor. Oeh, bijna Rikka doelpunt nummer 2. Rikka doelpunt nummer 2. Ja hoor. Rikka doelpunt nummer 2. Lekker, lekker. Oké, mijn team snapt het wel. Die gaan gelijk naar de aftrap. Dus dat is wel heel nice. Ja, lekker. Oké, deze is voor mij. Deze is voor mij. Ja, top. Ja hoor. Volgens mij heb ik daar nog een doelpunt gemaakt trouwens. Of mijn teammate heeft mij daarbij geholpen. Dat kan natuurlijk ook. We staan al 3-0 voor, jongens. We staan al 3-0 voor. Terwijl uitkijken dat het niet 3-1 wordt nu. Want deze guy die zal er wel voor gaan. Oh, we staan al 4-0 voor. Ik ga verdedigen, jongens. Ik ga verdedigen. Hopelijk lukt het. Deze gaat sowieso naast. Lekker, Rick. Lekker verdedigen. Oh, nu gaat er wel eentje in trouwens. Ik was met deze bal bezig. Ja, jammer. Volgens mij gaan we bijna nog een keer scoren. Gooi die bal erin. Gooi die bal erin. Ja, lekker. Lekker. En de rugbybal. Oh, dit is easy, man. Oh, maar deze gaat er misschien wel in. Ja, oh, nee. Oh, oh, je kan niet in het doel. Oké, dat wist ik niet. Nou ja, dan maar 6-2. We moeten nu wel even oppassen, jongens. We moeten nu wel even heel erg goed oppassen, want het wordt nu 6-3. Ik ga voor deze. Ik ga voor deze. Ik ga Messi. Ik ga gewoon Messi. Kijk, Messi over de rechterflank. Messi over de rechterflank. En hij dribbelt de bal erin. En het is 7-3. Ja, doe maar. Ik help. Stuur hem naar mij. Stuur hem dan naar mij toe. Geef dan ervoor. Oké, ook goed. Scoor zelf maar. 8-3. Lekker. Hoppakee. De rugbybal erin. 9-3. Ja hoor. Ja hoor.
Dit gaan we niet meer verliezen, jongens. Dit gaan we niet meer verliezen, Team Blauw. Het ding is dat Team Geel toch altijd verliest, toch? Oeh, finale met 4 mensen. Doei, Team Geel. Oké, jongens, dit is super spannend. Gaan we de finale winnen? Er zijn maar 4 mensen in die finale. Dus we hebben echt 25% kans om te winnen. Oké, dan. Het is het level met het staartje. Ik heb het staartje niet in ieder geval. Die gast naast me heeft het staartje daar. Misschien kunnen we hem al pakken. Ja, kijk, we kunnen hem al pakken. Lekker. Oké, ik ben beneden. Ja, komt u maar achter mij aanrennen. Als ik dit gewoon 1 minuut 20 seconden volhoud, dan ga... dan lukt het. Maar dat hebben we sowieso al niet meer. Oké, we gaan de binnenbocht doen. Ja, nu is hij sowieso zijn staartje wel kwijt, denk ik. Kijk maar, hoppa. Wat? Hoe pak je hem zo snel weer terug? Oké, waar gaat hij naartoe? Hij gaat daar naartoe. Hij gaat nu naar de draaischijf. Hij valt. Hij doet het wel goed. Dus het is het slimste om gewoon bovenlangs te gaan, blijkbaar. Want nu kunnen we hem echt heel moeilijk pakken. Die blauwe, die snapt het wel. Ja, deze guy snapt het wel. Oh, lekker, man. Hij doet het echt goed. Shit. Ik denk dat hij gaat winnen. Nee, wit heeft hem. Hij valt. Oh, hij valt. Hij valt. Oh, hij wint. Hij wint. Nee. Oh, wij winnen. Wij winnen. Ja. Op de laatste seconde. Wat? Lekker, man. Omdat hij viel, kon ik naar hem toe springen en hem pakken. Dit was zo'n lekkere win. Ja hoor, lekker. Zo doen we dit. Zo spelen we Fall Guys. Oh, wat een lekker einde van deze video, jongens. Doe een blauw duimpje omhoog voor deze win. Laat de win zien aan je vader, moeder, broertje, zusje, neefje, nichtje, klasgenoot, leraar. Mag ook van mij. En laat het weten in de comments. Moet ik vaker Fall Guys gaan spelen of niet? Duimpjes omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer leuke game video's. En wil je hem ook live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickatune. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!